Thomas Johnson was een ijdele, charismatische oplichter. Een typische populistische politicus. Een kletsmajoor. Als journalist een zo ongelofelijke leugenaar dat hij ontslagen werd als journalist. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Ja, Maarten is op serieuze zakenreis door Canada en Amerika. En daarom hebben we telefonisch contact. Dus de geluidskwaliteit is iets anders dan dat je van ons gewend bent. Maar gelukkig kunnen we wel een podcast maken op afstand. Zo, nou ja, zo doet hij het. Dus als je mij goed kunt horen, dan... Ja, ik kan jou relatief goed horen, ja. Oké, dat is mooi. Dan hoeven we niet per se FaceTime aan te zetten, hoor. Ik denk dat dit ook voor jou... Heb je niks aan dan. Dat lijkt me prima. Nou, dan moeten we maar beginnen. Ja, misschien moet jij beginnen met even te vertellen wat je allemaal hebt meegemaakt. Ja, dat was mijn idee eigenlijk. Kunnen we straks nog misschien wat commentaar geven op het vertrek van Boris Johnson. Wat mij eerlijk gezegd een zegen voor het vaderland lijkt. Maar het is onbegrijpelijk dat die man ooit op die post terecht is gekomen. Maar dat ligt natuurlijk aan de, wat zullen we zeggen, het opportunisme en de verdorvenheid van het Tory-part. Ja, het is, wij hebben dus het gesprek niet in het gezellige Audietje, maar ik zit in een hotelkamer in Glendive. Dat is een betrekkelijk klein plaatsje in het oosten van Montana. En dat heeft ongeveer 5000 inwoners. Ik zit in een hotel, het is een ruime kamer. Maar het hotel wordt ook gekarakteriseerd door die wonderlijke liefdeloosheid die veel Amerikaanse zaken kenmerkt. Ze serveren het allerberoerste ontbijt wat ik ooit heb gegeten in een dergelijk hotel. Maar laat ik bij het begin beginnen. Want je moet eerst natuurlijk in Glendive zien te komen. En wij zijn vanzelfsprekend gestart vanuit de onderste kring van de hel, namelijk Schiphol. Daar arriveerde ik per taxi. En toen stond er al een rij van honderden meters buiten. Dat is mooi weer. En dan denk je, grote god, nog een troep. We hebben het ruim genomen, maar gaat dit überhaupt lukken? Dat is een, want als je dan eenmaal in die vertrekhal bent, dan blijkt het ook helemaal vol te staan op alle verdiepingen van de vertrekhal. Overal staan mensen te wachten met hun bagage. Het is werkelijk een droevig gezicht. Overigens las ik een artikel dat dit probleem bepaald niet karakteristiek is alleen voor Schiphol, maar dat het overal in Europa op alle grote luchthavens voorkomt en dus chaos is. Ik moet bekennen dat ik business class vloog en dat maakte alle verschil van de wereld. Ik moest wel her en der nog wat wachten. Het is niet een hoogtepunt van efficiëntie allemaal. Maar tenslotte was ik vrij ruim op tijd om in mijn vliegtuig te komen. Maar de rest van de ploeg waarmee ik natuurlijk reis op televisie is teamwork, dat doe je niet alleen. Sterker nog, de presentatoren zijn maar meestal een beetje een vijfde wiel aan de wagen. Het moet gemaakt worden door anderen. De rest van de crew heeft de grootst mogelijke moeite gehad om op tijd in dat vliegtuig te komen. Die vlogen namelijk economy class. Dus die hebben moeten voordringen, die hebben moeten hardlopen. Hardlopen, ik kan bijvoorbeeld helemaal niet meer hardlopen. Dat zou mijn dood geworden zijn. Ik kan wel een beetje sukkelen. Hè. Maar ze hebben het gehaald. Maar echt, het was kantje boord. En we waren, weet ik veel, 4 uur van tevoren waren we in feite aanwezig op Schiphol. Dus ja, u bent gewaarschuwd als u dergelijke plannen heeft. De vlucht zelf, ja, dat stelt tegenwoordig geen bal voor. Zo'n ding stijgt snel naar 12 kilometer hoogte en dan zweeft hij daar. Niet waar, met dat bekende gezuizel van de geluiden in die vliegtuigen. Zuizelt hij in de richting van Canada. Want wij vlogen naar Calgary. Dat is een vrij langdurige vlucht, ruim 8 uur. En het aardige is, omdat ik in de eerste klas zat, had ik 2 ruimtes om naar buiten te kijken. Ja, eerste klas, business class, ik weet niet precies eigenlijk wat het verschil is, maar laten we het maar business class noemen. Zakenklasse, dat klinkt eigenlijk ook niet prettig, toch? Nou, in ieder geval heb je daar min of meer de ruimte om een normaal leven te leiden gedurende de uren dat je in een vliegtuig zit, anders dan in economy class. En zat Gijs ook bij jou? Wat? Zat Gijs ook bij jou in business class of zat hij ook economy? Ja, Gijs kreeg een update, dus die zat ook in de business class.
Okay, dus jullie zaten met z'n tweeën business en de rest zat economie. Ja, ja. Gijs was oorspronkelijk ook economie, maar die was omgeboekt. Er was een plaats vrijgekomen, weet ik veel. Dat schijnt ook allemaal veel vaak voor te komen. Maar goed, ik kon naar buiten kijken. En dan vlieg je over de Pool. Of althans over grote stukken polaire planeet, zal ik maar even zeggen. Dat is indrukwekkend om te zien. Niet waar die immense zwart-witte verlatenheden die zich dan aan je ogen ontvouwen. En dan ben je natuurlijk toch, denk je altijd van, nou het valt wel mee met het smelten van de polaire streken. Onvermijdelijke wijze, omdat je natuurlijk toch overweldigd bent door de immense afmetingen. Niet waar van de sneeuwlandschappen die je daar beneden, 12 kilometer daar beneden ziet. Verder dus gebeurde er niets van enige importantie tijdens die vlucht. En tenminste niet iets wat ik gemerkt heb. En Calgary is een betrekkelijk grote stad in de Canadese provincie Alberta. Om een beetje een idee te krijgen van de provincie Alberta, moet je weten dat de provincie Alberta, een van de provincies van Canada, die is groter dan Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland bij elkaar. Maar er wonen in die provincie 4 miljoen mensen. Dat geeft een beetje een idee van, laten we zeggen, de ruimte waarmee je spoedig geconfronteerd wordt. Calgary is een keurige stad van ruim 1 miljoen inwoners, misschien 1,3 of zo. Zag er netjes uit, een beetje hoogbouw in het centrum, zoals dat altijd is. En er reed een tram. Dan weet je eigenlijk, als er een tram rijdt, weet je eigenlijk al dat je niet in de Verenigde Staten bent. Want daar hebben zij tramwezen op solide en rukzichtloos kapitalistische wijze om het leven gebracht. Waar ze nu natuurlijk verschrikkelijke spijt van hebben. Ik geloof dat er in aan de Verenigde Staten alleen nog in Boston een tram rijdt. En dat is in mijn herinnering een tweedehands Canadese exemplaar. Dus ja, een tram. Dus, maar zo'n tram heeft toch iets... Dat heeft al meteen iets Europees eigenlijk. Vind ik altijd. Een ideaal stadsvervoermiddel in feite. Maar ja, in Amerika is een tram deze in de nek omgedraaid door een speciaal daarvoor gecreëerde onderneming van Firestone en nog wat andere bandenfabrikanten en General Motors om trambedrijven op te kopen en vervolgens op te doeken. Je begrijpt in het belang van enzovoort. Het is verbazingwekkend, maar zo is het gegaan. In Calgary werden wij opgehaald op het vliegveld door een aantal mensen die natuurlijk dat allemaal al georganiseerd vanzelfsprekend die reis. En toen zijn we van Calgary gereden naar Drumheller. Fraaie naam, Drumheller. Ik geloof genoemd naar een of andere Engelse militair uit de 19e eeuw. Ook weer een klein plaatsje. Maar waarom naar Drumheller? En dat heeft te maken met natuurlijk het doel van deze hele reis. Namelijk het in kaart brengen, zeg maar, van het dino-fenomeen in de Verenigde Staten. En dat dino-fenomeen in de Verenigde Staten is gekoppeld aan een specifieke streek. Daar zal ik zo over te spreken komen. Maar hier is het nog iets over Drumheller en over dat type van kleine plaatsjes in Canada en in de Verenigde Staten. Want ik moet zeggen, ik werd eigenlijk onmiddellijk gefrappeerd door het feit dat Canada en de Verenigde Staten, althans op dit niveau, op het niveau van de kleine plaats, niet waar op de Weidse Prairie of in de grote ruimte, dat is, als ze mij daar in Drumheller hadden neergezet zonder dat je ergens kunt zien dat je in Canada bent, en ze hadden mij gevraagd waar ben je, dan had ik gezegd ik ben ergens in Amerika in het Middenwesten. Ja, zo'n plaatsje, hoe zal ik dat nou eens beschrijven? Het straalt een zekere rust uit, maar het straalt ook een zekere triestheid uit. En je denkt voortdurend, het is een Hollywood decor. Dadelijk, je kunt hier een film maken in principe over een verlopen cowboy of een misdadiger die zich daar schuilhoudt. Het zijn allemaal gebouwtjes van niks eigenlijk, meestal van één enkele verdieping. Maar we logeerden in een op zichzelf
gezellig hotel, want in het verleden dacht ik gebouwd was als bordeel, als ik het me goed herinner. Dan was verder er niets meer van te merken, maar het zag er leuk uit. En je kreeg ook meteen, ook in de tuin van het hotel stonden al allerlei dinosauriërs opgesteld, want dat is een fenomeen wat eigenlijk in deze hele streek, ook in de Verenigde Staten, het geval is. Overal staat wel een of andere dinosaurier. Meestal raar beschilderd in een vreemde vorm. Anatomisch niet verantwoord, volkomen krankzinnig. Maar zit het op een bankje, er was daar in Drumheller. Er was een kruispunt waarop op elke hoek een bankje stond waar een half gare dino op zat. Met een zonnebril. En, ja, ze leek op. Nou, nee, laat ik dat nou weer niet zeggen. Een beetje flauw. Even slokje koffie nemen. Waardeloze koffie, zoals je weet. En waarom is dat koffiebedrijf, hoe heet het ook weer, in Amerika tot ontwikkeling gekomen? Omdat de koffie die ze hadden, dat is gewoon bruin water, niks anders dan dat. Nou, Starbucks is dat, denk ik, hè? Starbucks, dat bedoelen we natuurlijk. Ja, Starbucks. Dat gaat denk ik ook voor Amazon, maar even een tussendoortje. Als je natuurlijk zulke slechte koffie hebt, als dan in Amerika meeste tijd geschonken wordt, ook hier nog overal eigenlijk in zo'n dorp als dit, waar ik ben, nu ben en ook daar in Drumheller, dan begrijp je waar Starbucks zijn opkomst aan te danken heeft. Want die serveren echte koffie. Dat doen ze ook een beetje poppenkast bij en zo. Dat is waar, dat is nergens voor nodig. Op zichzelf als je een behoorlijk espressoapparaat hebt. Maar met zulke koffie roep je dit fenomeen in feite op. In Europa is Starbucks ook tot de ontwikkeling gekomen. Daar hebben we in feite geen enkele behoefte aan. Maar het is nu eenmaal een actief en een dynamisch bedrijf. En denk aan Amazon. Waar is Amazon uiteindelijk op gebouwd? Op de leverantie van boeken. Het was gewoon een verzendhuis voor boeken. Zo is die Jeff Bezos, zo is die begonnen. En waarom is dat zo? Omdat je in kleinere plaatsen in de hele Verenigde Staten werkelijk geen boek kunt krijgen. Natuurlijk niet in de universiteitssteden of wanneer enigszins een gemeenschap is van mensen die kunnen lezen. Maar voor de rest niet. Ik herinner mij grote steden waar je wanhoop pas avonds opdraait om iets te kopen. Een leuk tijdschrift om te lezen op je hotelkamer. En dan is het enige wat je kunt krijgen is in de tijd de Playboy en van die sensatietijdschriften met over de bewoners van Mars die onlangs geland zijn om de hoek in dat stadje. Het is van een immense treurigheid. Zo, het is een dienst die in feite iedereen op relatief hoog tempo en tegen redelijke prijzen boeken toezond. Dat is een wonder op aarde. Daar heb je in New York of in San Francisco of in Seattle geen enkele behoefte aan. Maar in dat enorme land was daar een enorme behoefte aan. En zo is Amazon tot stand gekomen. Eigenlijk door de onbeschrijfelijke... Kijk, nu wordt de verbinding verbroken. Waarschijnlijk heeft Maarten in zijn betoog even op een knopje gedrukt, waardoor de verbinding het niet meer doet. We kregen al meldingen van mensen die zeiden van ja, hij zal misschien wel last hebben van het telefoonverkeer in Canada wat eruit ligt. Want dat was ook een nieuwsbericht wat in de Telegram-groep trouwens van deze podcast gedeeld werd. Dat er een storing was de afgelopen dagen. Nou. Ja, Tom, ben je daar weer? Ja, ik ben er weer. Volgens mij in je betoog drukte je even op de stopknop. Nou, dat kan haast niet. Oké. Okay. Daarna heb ik je nog zeker 6 keer geprobeerd te bellen. Maar dat lukte dus niet. Ah, oké. Okay, nou dan misschien ligt er aan mij te... Nu jij terugbelt, dan krijg ik je weer aan de lijn. Oké. Het is wel een wonder dat we überhaupt met elkaar over deze afstand kunnen spreken. Maar goed, kijk, er was toch iets mis met de verbinding. Ik probeer... Als het mijn drukke vingers waren, dan probeer ik ze zoveel mogelijk onder controle te houden. Wat wilde jij nog zeggen over Johnson? Want dat kondigde hij helemaal aan het begin al aan. Ja, nou ja, god, dat ik toch heel tevreden was dat hij opgedonderd was, eerlijk gezegd. En het leek mij in brede zin een zegen voor Engeland. En het is althans deels naar mijn gevoel. En ik hoop dat dat doorzet en vorm krijgt. Toch ook een reactie op die achterlijke Brexit die deze lui van de Tory Party
hebben georganiseerd. Want anders kun je het in feite niet noemen. En vervolgens onder niets anders dan een reeks van valse voorwensels hebben gerealiseerd. Het is nu een beetje afwachten. Kijk, ze hebben nog een hele tijd te gaan. Dus ze kunnen nu wisselen van prime minister. Er waren meerdere kandidaten zoals we gezien hebben. Ik heb het niet op de voet gevolgd. Maar we moeten zien wat het is. Als het zo doorgaat, als de Tory Party natuurlijk blijft blunderen. Want beleidsmatig is het ook niet erg indrukwekkend wat ze tot stand hebben gebracht. Maar denk ook aan dat gepruts met dat Noord-Ierland en zo. Dat ze dan gewoon eens hebben documenten ondertekend, beloftes gedaan. En het blijkt allemaal volstrekt betekenisloos te zijn geweest. En gewoon Boris Johnson was een ijdele, charismatische oplichter. Een typische populistische politicus. Een kletsmajoor. Als journalist een zo ongelofelijke leugenaar dat hij ontslagen werd als journalist. Gewoon omdat hij de dingen bij zijn duim zoog. Het was die stom? Nee, het is een hele intelligente man. Hij kan een versje in Latijn maken. Maar tegelijkertijd, als ik een politicus waar je totaal niets aan hebt. Dan heb je meer aan zijn voorganger. Die arme mevrouw. Dan dit soort van... Het is toch clownspolitiek. En dat is... Al die godvergeten populisten zijn toch clowns. Trump is een clown. Orban is een clown. Nou ja, we kunnen nog wel even zo doorbopperen, maar dat heeft ook geen zin. Ik zag hem in sommige commentaren... De kiezers zijn dol op clowns. Ja. Wim Fortuyn was een clown. En hij wist het. Ze zijn vaak helemaal niet stom. Dat is een ingrijpende misvatting. Ze zijn niet stom. Het zijn begaafde clowns. En ze doen hun werk niet waar. Met een zekere overgave. Maar politiek, beleidsmatig, heb je er niets aan. Ja. Ik zag dat hij in sommige commentaren nog vergeleken werd met Churchill, Boris Johnson. Ja, dat is helemaal vrij komisch natuurlijk. Ja. Omdat, Churchill was in allerlei opzichten ook een clown trouwens. Hele begaafde clown in allerlei opzichten. Maar ook wel een politicus van een totaal ander kaliber. En bij Churchill denk je natuurlijk toch onvermijdelijkerwijs aan de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor heeft hij allerlei rare dingen gedaan. Maar Churchill was beleidsmatig wel een interessante figuur. Omdat hij eigenlijk hij was een groot voorstander van het British Empire. Ook nogmaals dat het duidelijk was dat verloren zou gaan. Maar hij had ook zeker in het binnenland een sterke neiging tot het sociaal beleid. Hij is ook ooit van de Tories overgestapt naar de Liberals in het begin van de 20e eeuw. Nee, maar dan waarschijnlijk is de vergelijking veroorzaakt door dat, hoe heet die, Boris Johnson, heeft een bewonderend boek over Churchill geschreven. En wilde misschien ook wel een Churchill worden. Dat over zo iemand als Boris Johnson überhaupt prime minister kon worden, is dat een leugenachtige journalist inderdaad met talenten prime minister kon worden. Dat blijft toch een beetje een zonderlinge en betreurenswaardige zaak. Ja. Overigens ook nog politiek nieuws uit Nederland. Van het Umfeld. Heb jij gehoord dat Tom-Jan Meijer stopt met zijn column in NRC? Nee, dat heb ik natuurlijk niet gehoord, want die heb ik niet gelezen. Dat is natuurlijk een ander raar aspect aan een reis als dit. En het feit dat je heel druk bent de hele godganse dag. Dat het vaderland wel heel ver weg raakt. Zeker als je door deze immense verlatenheden rijdt, niet waar, met aan de horizon een schitterend onweer, dat dan ben je toch iets minder bezorgd over het vader. Ik zou dat zeer betreuren als hij dat doet. Hij zal er zeker goede argumenten voor hebben. Het is een verstandig mens. Geen idee wat hij gaat doen. Maar hij was zonder meer, hoorde hij tot de allerbeste politieke journalisten van Nederland. Maar de boord die nog steeds doet, net als hij dood is, dat is natuurlijk ook niet het geval. Ik betreur het, maar nogmaals, ik ben benieuwd waarom. Ja. Hey, en wat heb je vandaag? Ik een vrije dag? Is dit zo'n rustdag in de reis? Ik heb een vrije dag. Dus ik zit hier, we gaan zo wel wat lunchen, maar dus laat. En nou ja, de druk is eraf, we hoeven geen geweldige autorit te maken. Ik ga straks een stukje lezen. Nou ja, kortom, het is de rustdag. De zondagen zijn rustdagen. Kijk, dat is mooi. Dat is fijn. Dan moeten we dat morgen moeten we er weer tegenaan. Ja. Hey. Morgen gaan we naar... Ja, nee, laat ik dat maar niet vertellen. Dat moet ik allemaal niet. Ja.
nieuw zijn als het uitkomt. Ja. En morgen begint hier de slimste, hè? Met onder andere Thomas van Groningen, zag ik. Ja, zeker, zeker begint de slimste. Ik weet er alles van. Dat ik werd gisteren midden in de nacht wakker gebeld door iemand van Shownieuws. Ja, die kennelijk niet, dat zijn kennelijk geen denkers daarbij Shownieuws. Want ze realiseerden zich niet dat ik lag te pitten om 3 uur 's nachts hier. Dat het tijdsverschil 8 uur is. En dat zouden ze toch wel even hebben moeten onderzoeken, naar mijn idee. Ja, misschien hadden ze helemaal geen idee dat ik op reis was, ik weet het niet. Maar het was niet Patty Bart. Nee, het was God. Ja, ik laat de naam van een meisje niet noemen, dat is ook zielig toch. En omdat je schrik je de kloten. Je telefoon die gaat en je denkt natuurlijk toch, ja, iemand die op dit moment naar mij toe belt, die moet iets heel, heel ernstigs hebben. Ik ben natuurlijk altijd bang dat er iets met het thuisvolk gebeurt. En dan moet je dan weer die telefoon toch opnemen. En dan moet je, nee, dus je kunt hem ook niet uitzetten s'nachts, vond ik althans. Eerlijk gezegd heb ik hem vannacht wel uitgezet. Ik dacht, dat gebeurt maar een tweede keer. En dan gaat dat ding om 3 uur. Nou, je schrik je werkelijk te takken. En het was shownieuws. Ja. Ja, veel treuriger kan het toch eigenlijk niet zijn. Dat je dan om 3 uur s'nachts in Glen live shownieuws aan de lijn krijgt. Ja, die wouden ook weer een van de itempje over de slimste mens maken. Nou, ik heb ook niet wat daar goed voor is, moet ik eerlijk zeggen. Het programma draait dit 10 jaar, het wordt goed bekeken. Ja, is daar nieuws over? Nou, niet echt. Behalve dat Filip en ik het allebei leuk vinden. En voor zover mogelijk ermee door zullen gaan. Ja, ja. Maar je hebt er wel aan meegewerkt. Je hebt wel midden in de nacht in je bed commentaar gegeven nog. Nee, joh. Nee. Volgens mij heb ik met verstikte stem iets gezegd van... Begrijp ik het wel dat het hier 3 uur s'nachts is? Zoiets heb ik gezegd. Ja, ja. En toen heb ik opgelegd, nee zeg, ga dan niet een beetje om 3 uur s'nachts in Glendive... nog eens wat zeggen wat allemaal volkomen overbodig is. Ja. En tot zover deze editie weer van Maarten van Rossum, de podcast. Als je het nou leuk vindt om af en toe ook een fotootje te zien van Maarten op reis... volg ons dan op de socials Maarten Podcast op Insta en op Twitter. Omdat je schrik je de kloten. Dit is de verlosser van Duitsland. Dit is de redder van Duitsland uit de nood. Geniet ook op vakantie van de warme stem van Maarten van Rossum. Dit is der eine, de man waarop we gewacht hebben en die van Duitsland weer zal maken wat Duitsland ooit geweest is, of zelfs misschien nog wel meer dan dat. Download het luisterboek over Hitler via de link in de beschrijving. En dat betekende dat velen in feite hun kritiek hebben opgeschort.